Ik ben Niek van de Veer en ik ben grafisch ontwerper en multidisciplinair maker. Dit kunstwerk dat heet In Motion. En eigenlijk gaat het dus ook heel erg over de beweging die we dagelijks doen om onze ideeën uit te voeren. En hoe dat dan eigenlijk samengaat met het doel ervan. Soms kan ik gewoon in mijn atelier zitten en het idee hebben dat ik heel hard aan het werk ben, maar eigenlijk nergens toe kom. En dat is eigenlijk ook wat hiermee gaat gebeuren. Dit werk begint op een bepaalde plek en die ga ik zelf met een katrol trekken als een soort Sisyphus steen naar een andere plek, niet veel verder van waar die ontstond. In dat proces verandert hij dus ook van vorm en van functie en ga ik eigenlijk onderzoeken wat dat dan doet. Waar ik wel bezig mee ben geweest is het verschil van ideeën bedenken en als een ontwerper eigenlijk keuzes maken en dat het materiaal dan ook weer keuzes voor jou kan maken. Dus bijvoorbeeld mijn eerste idee was een hele kale, mooi stalen carrosserie. Die is toch wel iets anders geworden omdat er nu ook heel veel roest op zit. En eigenlijk vind ik dat juist ook een mooi effect. En daarnaast ook zit er onder best wel wat kleur. Oorspronkelijk dacht ik om heel veel gele elementen te doen. Maar dat er dan een keuze voor mij wordt gemaakt dat de onderlaag oranje is, betekent ook dat ik dan oranje elementen toe ga voegen aan het werk. Dus bijvoorbeeld de bedrading. En dat zijn dan van die mooie cadeautjes eigenlijk die je krijgt zonder dat je daar een beslissing over hoeft te maken, want dat wordt eigenlijk voor jou besloten. De grootste uitdaging voor mij was wel, ben ik met heel veel verschillende materialen bezig. Materialen waar ik een beetje of geen verstand van heb, waaronder metaal, maar ook het effect van roest. Ik ben de elektronica aan het doen en normaal werk ik eigenlijk best klein. Dat de schaal opeens zo groot werd, dat was een hele andere manier van denken. De inspiratie dan om de handelingen uit te voeren en wat er dan eigenlijk opkomt, zowel vorm als tekst, dat haal ik eigenlijk overal en ergens vandaan. Soms dan blader ik in een schetsboekje waar dan een tekst of een vorm in staat die eigenlijk heel erg bij dit project past. Maar dat is dan een tekst die ik een jaar geleden of misschien al langer geleden heb geschreven. En zo kom ik heel erg vaak aan inspiratie. Dus door fragmenten te pakken die ik dan kan verwerken in dit project. Ik ben er nu een klein beetje mee begonnen met erin graveren. En dat gaat dus voor de rest van het jaar doorlopen. Dus eigenlijk ga ik het als een soort van schetsboek gebruiken, waar elke keer weer nieuwe elementen op toegevoegd worden. Dus ook niet alleen de transformatie van een idee naar een eindwerk, maar ook de transformatie van een object naar kunstwerk.